reparatie van meneer Skelet. De schooldag was bijna voorbij. En Caillou was heel erg blij, want zijn beste vriendje Leo kwam vandaag bij hem logeren. Dan doen we Tikkertje en Verstoppertje. Oh, en ik heb ook net een nieuwe voetbal gekregen. Ik vind dat jij heel goed kan tekenen. Juffrouw Martin, wat zit er in die doos? Oh. Weten jullie wat dit is? Een mannetje van botten. Die botten hebben we allemaal, Leo. Je kunt ze alleen niet zien omdat ze onder onze huid zitten. Dat heet een skelet, hè? Dat klopt, Caillou. Dit is een geraamte en zijn naam is meneer Skelet. Ik wil niet bot zijn. Morgen gaat hij ons van alles leren over botten, jongens. Maar nu gaan we lekker naar huis. Kom mee, Leo. Ik kom. Ik weet niet waar Leo is gebleven. Schiet eens op, Leo! Wat is er? Niks. Zullen we gaan? Caillou wist zeker dat er iets aan de hand was met zijn vriendje. Hij wist alleen niet wat er was. Zullen we voetballen? Leo, wat is er? Zeg het nou. Meneer Skelet, wat is er gebeurd? Sst, we gaan naar je kamer. Nee. Ik wilde hem laten lopen en toen brak zijn voetje af. En toen viel zijn been eraf en toen viel hij van het bureau en toen was hij helemaal kapot. Was juf Martin boos? Die heeft het niet gezien. Ik heb niks gezegd. Wow. En wat ga je nu doen? Ik weet het niet. Misschien kunnen we hem wel maken. Papa en mama helpen wel. Nee, niet zeggen. We maken hem zelf wel. Niks zeggen, beloofd. Oké, dat beloof ik. Maar we hebben wel lijm nodig. Hoi, Caillou. Ah. Zijn Leo en jij iets aan het maken? Kan ik helpen? Nee, we hebben geen hulp nodig. Caillou en Leo deden erg hun best om meneer Skelet weer te repareren. Klaar! Hij ziet er niet zo best uit. Jawel, hij is goed zo. De lijm blijft niet plakken. En we hebben nog een paar botjes over. Wat moeten we nou doen? Jongens, het eten is bijna klaar. Mag ik binnenkomen? Mag mijn papa ons helpen? Oké. Wat hebben jullie daar? Dat is voor school, meneer Skelet. Hij is kapot en we proberen hem te maken. Wil je ons helpen? Laten we eerst gaan eten en daarna zetten we meneer Skelet wel weer in elkaar. Eerst doen we meneer Skelet even in bad. Waarom? De lijm moet er namelijk af. We hebben geen lijm nodig, want de bordjes klikken aan elkaar. Zie je? Oh! We beginnen bovenaan. Willen jullie samen de rest doen? Dat hebben we al geprobeerd, maar daar klopt helemaal niks van. Je moet gewoon goed naar jezelf kijken om te weten welk potje waar hoort. Het hoofd zit boven. Dat klopt. En dan? Zijn nek. Maar dat stukje konden we net niet vinden. De nek is het bovenste stukje hiervan. Dit is zijn ruggengraat. Oh, ik dacht dat het zijn been was. Je schedel zit vast aan je ruggengraat. Je ruggengraat zit vast aan je heupbot. Ruggengraat. Heupen. En zo fixen wij meneer Skelet.
Kijk eens aan, meneer Skelet is weer zo goed als nieuw. Dat hebben jullie knap gedaan. En nu weten we waar onze botten zitten. Je zou echt zo wiebelig zijn als je geen botten had. De volgende ochtend droegen Leo en Caillou meneer Skelet naar school. Heel, heel erg voorzichtig. Nu hoeven we hem alleen nog maar stiekem terug te zetten op haar bureau. En dan komt ze er niet achter. Ze weet vast al dat hij weg is, hoor. Wat nou als ze vraagt waar hij was? Ik wil niet liegen tegen juf Martin. Ja, ik ook niet. Misschien moet je zeggen wat er is gebeurd. Ze wordt vast niet boos op je. Ik hoop het niet. Oké, ik zal het zeggen. Juf Martin, gisteren heb ik meneer Skelet per ongeluk kapot gemaakt. Maar toen nam ik hem mee naar Caillou thuis en hebben we hem weer gemaakt. Het spijt me heel, heel erg. Wat fijn dat je dat eerlijk zegt, Leo. Dank je. Maar de volgende keer als er iets is, dan kom je naar me toe en dan vinden we samen een oplossing, oké? Oké. Jullie hebben meneer Skelet keurig weer in elkaar gezet. Maar toen meneer Skelet uit elkaar lag, was hij niet echt kapot. Kijk, de bordjes horen los te zitten. Het is net een grote legpuzzel. Je haalt hem uit elkaar en zet hem weer in elkaar. Zo leren we waar al onze botten zitten. Dus hij hoort uit elkaar te vallen? Oh. Willen jullie misschien aan de kinderen laten zien hoe meneer Skelet in elkaar zit? Ja! Met een klein beetje hulp van Caillou en meneer Skelet had Leo geleerd dat je het toe moet geven als je iets verkeerds gedaan hebt. Caillou-doos! Oh nee, we zitten gevangen in een buitenaards ruimteschip. Kijk! Daar kunnen we eruit. De melkwegbaan. We moeten ontsnappen. 1, 2, 3. Woehoe! Het is gelukt. We zijn ontsnapt uit het ruimteschip. Caillou vond het heel leuk om ruimtereiziger te spelen met zijn vriendje Leo. Twee andere vriendjes van Caillou waren iets anders leuks aan het doen. Hoi Jeffrey. Hoi Jason. Wat is er zo grappig? Het is vast heel erg leuk, want jullie moeten heel hard lachen. Wat is er? Gekke namen. Gekke namen? Ja. Clementine, kom eens. Clementine, jij bent een Suffy Muffy meid. Ik ben wat? Een Suffy Muffy meid. De tweeling had niet in de gaten dat Clementine er niet om kon lachen. Maar Caillou wel. Ze was verdrietig. Waarom noemen jullie me zo? Dat is grappig. Kinderen, we gaan naar binnen. Dat is niet grappig. Ik vind het wel grappig. Ik ben geen Suffy Muffy meid. Weet ik, maar dat vind ik toch ook niet? Maar waarom heb je niks gezegd? Je was toch mijn vriendje? Ben ik ook, maar ik wist niet wat ik moest doen. Nou, ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga niks meer tegen ze zeggen. Caillou vond dat eigenlijk best wel een goed idee. Oké, als ze je weer een Suffy Muffy meid noemen, praat ik ook niet meer met ze. Dit wordt de allerhoogste toren van de wereld. Cool. Mag ik helpen? Tuurlijk. Wauw, moet je zien. Xavier is een wompie stompie hoofd. Wompie stompie hoofd, wompie stompie hoofd. Caillou merkte dat Xavier het helemaal niet leuk vond.
Maar de tweeling moest weer heel hard lachen en had niks in de gaten. Kom mee, Xavier. We gaan iets anders doen. Caillou dacht dat als hij de tweeling zou negeren, ze misschien zouden ophouden. Maar de tweeling hield niet op. Jij bent Inkty. Ja, Inkty Emma. Inkty Emma. Commando, sta op één been. Buk en raak je tenen aan. Mara buigt vlug. Mara buigt vlug. Mara buigt vlug. Wat heb jij vandaag mee, Caillou? Mijn lievelings, kippennoedelsoep. Caillou-doels heeft noedels. Ja. Caillou-doels noedels, Caillou-doels noedels. De schooldag was voorbij en mama en Rosie stonden op Caillou te wachten. Doedels, Caillou-doels. Caillou zei de tweeling vandaag geen gedag. Hij was boos over al die rare namen steeds. Wat is er? Zit de deken te strak? Nee. Papa, wat zou jij doen als je vriendjes iets doen wat jij niet leuk vindt? Nou, dat ligt eraan. Als het echt goede vriendjes zijn, zou ik er denk ik wel met ze over gaan praten. Weet je, vriendjes kunnen overal over praten. Soms is het goed om iets te zeggen en te vertellen hoe je erover voelt. Dank je. Oh, papa. En dank je wel voor het luisteren. De volgende dag speelden Caillou en Leo weer ruimtereizigers. Ruimteofficier Leo, bent u klaar voor de lancering? Mogen we meedoen? Tuurlijk, spring maar in het ruimteschip. Oké. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1, opstijgen! Naar de ruimte! Vroom! Kom, we doen een looping. Een looping, Leo? Oké. Looping, loop, Leo. Looping, loop, Leo. Looping, loop, Leo. Looping loop Leo, looping loop Leo. Ik vind dat geen leuke naam. Caillou had er nu schoon genoeg van al die gekke namen. Hij vond het hoog tijd om er iets over te zeggen. Ik vind het ook niet leuk. Jullie gekke namen zijn gewoon gek. En daar worden wij verdrietig van. Echt waar? Ik bedoelde het niet gemeen, hoor. Ik ook niet. Wij vonden het gewoon grappig. Als iets echt grappig is, moet iedereen lachen. Leo moest niet lachen. Emma ook niet. En Clementine niet. En Xavier niet. En Mara niet. Oh, ja. Je hebt gelijk. Het spijt ons. Toch, Jeffrey? We zullen het niet meer doen. Maar we kunnen wel namen voor elkaar verzinnen. Dat mag wel, toch? Tuurlijk, als je dat wilt. Yay! Kom mee, Jesse, Wessie, Jeffrey. Zullen we gaan schommelen? Ben je klaar voor onze ruimtereis, Looping Loop Leo? Zeker weten, Caillou-doels. Caillou begreep nu dat gekke namen soms best leuk konden zijn, als je vriendjes was. Maar hij vond het toch fijn dat hij er iets van gezegd had. Bosbessenheuvel. Vandaag zou het een drukke dag worden in het huis van Caillou en zijn familie. Mama en papa gaven een verrassingsfeestje voor opa. Tadaa! De verjaardagstaart is klaar. Maar nu zijn er nog een miljoen andere dingen te doen. Nou, maak je maar geen zorgen over de versiering. Dat zal ik wel doen.
Oeps! En ik zou de slagroom van de spatels likken, toch? Ja. En jouw andere taak is om met opa te gaan wandelen, zodat hij wat te doen heeft. Oh ja. Maar wat moet Rosie doen? Zij helpt met het inpakken van opa's verjaardagscadeau. Maar volgens mij is ze even de weg kwijt. Rosie, heel mooi. Een cadeautje. Ik ben vergeten een tekening te maken voor opa. Dan zou ik maar opschieten. Ze kunnen er elk moment... Hallo daar. ...zijn. Oh, ik verstop de taart. Doe snel de strikken weg. Oma, oma. Hallo allemaal. Oh, wat worden jullie toch groot. Ja, kijk nou. Straks kan ik op jullie rugpaardje rijden. En tijger, verheug je op onze wandeling van vandaag? Ja! Jullie zullen het vast heel leuk hebben. En als jullie terugkomen, gaan we lekker rustig met z'n allen eten. Doei, doei! Doei! Zeg, Caillou, ik dacht we fietsen lekker naar de Bosbessenheuvel en lopen dan naar boven. Wat dacht je daarvan? Bosbessenheuvel? Caillou had een heel goed idee. Daar kon hij bosbessen plukken als cadeautje voor opa. Zullen we dan maar, mijn jongen. Pak je fiets en dan gaan we. Naar de bosbessenheuvel. Ik ben hier al jaren niet meer geweest. Waar kunnen we bosbessen plukken? Nou, niet hier langs de weg, maar we vinden er misschien wel een paar langs het pad. Kom mee. Waar staan de bosbessenbomen? Nergens. Bosbessen groeien als struiken. Sst, luister. Een rood vink. Zie jij hem ergens? Het is een felrood vogeltje. Nee. Misschien kan ik hem wel dichterbij lokken. Oei, oei, oei. Probeer jij hem ook te lokken. Oei, oei, oei. Het werkt. Wauw, opa, jij kan met vogels praten. Hier zouden we best wel eens bosbessen kunnen vinden. Het is zonnig en heuvelachtig. Opa, kijk. Een wit staarthertje. Wat is ze mooi. Waarom heten ze zo? Zijn staart is niet wit. Die witte staart laten ze pas zien als ze schrikken. Oeps. Zo dus. We hebben haar lunch verstoord. Dit zijn bosbessenstruiken. Bosbessen! Oh, ze zijn bijna allemaal op. Hij zal wel honger hebben gehad. Kom mee, Caillou. Het mooiste uitzicht hebben we verderop. Caillou deed de bosbessen vlug in zijn tas. Hij hoopte dat ze er nog meer zouden vinden. Wacht op mij! Maar hij was teleurgesteld toen ze boven op de heuvel aankwamen en er nergens bosbessen te bekennen waren. Opa, zie jij hier ergens bosbessen? Of kruisbessen? Of andere bessen? Nee, maar moet je het uitzicht eens zien? Kijk! Een luchtballon. Hallo! Ik denk niet dat ze je kunnen horen, Caillou. Maar misschien zien ze ons zwaaien. Hé, hey, hallo! Hallo! Oh, wat een heerlijke dag. Wist jij dat ik vandaag jarig ben? Ja... Wat is er, mijn jongen?
Nou, ik wilde een heleboel bosbessen voor uw verjaardag plukken. Maar ik heb er maar een paar gevonden. Caillou, je hebt me al een fantastisch cadeau gegeven. Ik ben al de hele middag met mijn kleinzoon op pad. Wat kan ik me nog meer wensen? Dat is vreemd. Het licht is uit. Verrassing! Wat is er gebeurd met het rustige familieetentje? Ik dacht dat dit misschien leuker was. Dat heb je goed gedacht. Mm. Fijn dat je met opa op stap bent gegaan. Hebben jullie het leuk gehad? Ja, maar ik heb niet zoveel bosbessen gevonden. Nou, volgens mij zijn dat er precies genoeg. Maar waarvoor zijn die dan? Het is een citroentaart met bosbessen erop. Mijn lievelingstaart. Kom hier, Caillou. En jij ook, Rosie. Help maar even de kaarsjes uitblazen. 1, 2, 3. Vandaag had Caillou geleerd dat tijd doorbrengen met iemand van wie je houdt het mooiste cadeau is dat er bestaat. Klassenhuisdier. Kijk hem eens gaan. Wat doet hij toch? Hij is lekker aan het rennen. Zelfs hamsters hebben beweging nodig. En wie wil Hamish graag voeren? Oh, ik! Ah! Oké, Caillou. Dan mag jij Hamish voeren. Maar niet te veel. Caillou lette goed op dat hij Hamish niet te veel gaf. Volgens mij moet hij ook water. Dat klopt. Goed gezien, Caillou. Jij zorgt heel erg goed voor ons klassenhuisdier. Dank u, juf Martin. Zou je misschien het hele weekend voor Hamish willen zorgen? Echt waar? Mag dat? Waarom mag ik niet voor Hamish zorgen? Ik hou ook van hamsters. Ik ook. Ik zorg heel goed voor huisdieren. Luister, jongens. Ik heb met al jullie ouders gepraat. En jullie mogen om de beurt een weekend voor Hamish zorgen. Echt waar? En dit weekend is Caillou aan de beurt. Caillou kon bijna niet wachten. We laten Hamish hier eerst even staan, tot we een goed plekje hebben gevonden. Hij mag wel bij mij op de kamer. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, Caillou. Hamsters zijn 's nachts wakker. Dan zou hij je wakker kunnen houden. Maakt niet uit. Muisje. Nee, dit is Hamish. Hij is een hamster. Ons klassenhuisdier. Muisje lief. Nee, Rosie. Het is een hamster, geen muis. Rosie, muisje voeren? Nee, hij heeft al eten gekregen. En het is een muis, geen hamster. Ik bedoel een hamster en geen muis. Muisje wil kaas? Nee, muisje houdt niet van kaas. Volgens mij wil er nog iemand naar Hamish kijken. Papa, mama en Rosie hadden Hamish al gezien. Caillou kon verder niemand verzinnen. Oh, Gilbert. Gilbert vindt muisje niet lief. Nee, ik denk dat hij gewoon nog even aan Hamish moet wennen. Als we Gilbert gewoon goed in de gaten houden en veel aandacht geven, komt alles prima in orde. Maar Caillou vond het moeilijk om Gilbert aandacht te geven met zo'n schattig klein hamstertje in huis. Zo, hoe vind je het hier, Hamish? Hier heb je mooi uitzicht op een speelgoed. En je hebt je wiel en je eten en je waterflesje. Hij was veel te druk en had niet in de gaten dat Gilbert heel graag wilde spelen. Kijk eens, Hamish. Paschetti, yummy. Lekker hoor.
Oh, dank je. Oh, ik moet Hemies nog voeren. Mag ik van tafel? Maar wel meteen terugkomen, hè? Oké. Caillou rende zo hard door de keuken dat hij niet doorhad dat hij Gilbert's bakje omschopte. 'S Avonds was Gilbert vergeten dat zijn eten was weggerold. Kijk nou, een speelgoedmuis. Daar wil Hemies vast wel mee spelen. Kijk eens, Hemies. Hier heb je een leuk muisje. Je bent al helemaal klaar om te gaan slapen. Oh, en je zou het waterbakje van Gilbert nog bijvullen. Oké, mama. Ik doe het meteen. Ik wist dat je hem leuk zou vinden. Ik ben een muisje. Zullen we vriendjes worden? Al gauw was Caillou Gilbert's waterbakje helemaal vergeten. De volgende dag maakte Caillou zich een beetje zorgen. Ik zie Gilbert nergens, mama. Oh, hij loopt hier zeker ergens rond. Hoewel, nou je het zegt, ik heb hem eigenlijk ook nog niet gezien. Oh-oh, ik ben vergeten Gilbert's waterbakje bij te vullen. Arme Gilbert. Je zorgt echt heel erg goed voor jullie klassenhuisdier, Caillou. Maar misschien moet je iets beter je best doen voor je eigen huisdier. Caillou wist dat mama gelijk had. Ja, ik moet Gilbert zien te vinden. Wow! Gilbert? Uiteindelijk vond Caillou Gilbert in zijn kamer. Hij stond pal voor de kooi van Hemish. Gilbert, nee! Laat Hemish met rust! Oh, het spijt me, Gilbert. Ik dacht dat je achter Hemish aan zat. Maar je hebt gewoon dorst. Kom maar. Dan gaan we wat water drinken. Dit is voor jou, Gilbert. Een snoepje. Het spijt me, jongen. Ik was zo druk voor Hemish aan het zorgen dat ik jou vergeten ben. Het leek erop dat Gilbert dat niet zo erg vond. Zijn we dan nu weer vriendjes? Misschien kunnen we allemaal vriendjes zijn. En ze werden allemaal vriendjes toen Caillou erachter kwam dat hij zijn aandacht kon verdelen. Caillou, papa en mama hadden net een heel speciaal ontbijtje op. Het verrassingsontbijt voor de verjaardag van papa. Vond je het lekker? Nou en of. Dank je wel voor dat heerlijke ontbijtje. Jullie allemaal. Gefeliciteerd. Dank je, Rosie. Oh, ik moet er snel vandoor. Ik zou opa vandaag gaan helpen in zijn tuin. Tjoem, moet je al dat onkruid zien? Ik moet ook nodig in onze eigen tuin aan de slag. Nou, dat doen we dan maar later. Doe je wel de groetjes aan opa en oma? En nodig ze uit om deze week bij ons te komen eten. Ja! Zal ik doen. Caillou keek eens goed naar de tuin. Er stond inderdaad veel onkruid. Toen kreeg Caillou een idee. Zullen we papa nog een verjaardagsverrassing geven? Wat voor verrassing dan?
Misschien kunnen we het onkruid wieden voor papa, voor die weer thuis komt. Wat een leuk idee, Caillou. Dan heeft hij de rest van het weekend lekker vrij. Rosie, helpen! Rosie, helpen! We helpen allemaal, maar eerst doen we een beetje zonnebrand op. Onkruid, ik kom je halen! Mama, waarom wieden mensen onkruid? Nou, anders groeit het door de hele tuin. En onkruid pakt voedsel en water af van de andere planten. Kunnen die dan niet meer groeien als er onkruid is? Ja, wel een beetje, maar niet zo goed als anders. Als we het onkruid wieden, krijgen de andere planten meer voedsel en water en groeien ze beter. Oh, oké. Ik krijg het onkruid heus wel. Niet zo snel, jij. Ik moet je eerst laten zien wat het onkruid is en wat niet onkruid is. Ik wil natuurlijk niet dat je mijn petunia's eruit trekt. Mama liet Caillou en Rosie zien wat het onkruid was en wat de bloemen waren. Caillou vond het allemaal heel erg interessant. En mijn kleine hulptuinmannen, zijn we er klaar voor om onkruid te wieden? Oh ja! Ja! Oh, en er is nog iets anders. Pas op, want achter in de tuin staat nog wat ambrosia. Ambrosia? Ja, dat is een plantje waar Rosie van gaat niezen. Dus als jullie twee nou hier het onkruid gaan wieden, dan doe ik het wel achter in de tuin. Oké? Oké. Ik zal goed op Rosie letten. Ze kan mij mooi helpen. Caillou vond het leuk om onkruid te wieden. Hij wist zeker dat ze het af zouden krijgen. Totdat Rosie ineens een idee kreeg. Rosie plukken! Nee! Dat zijn mama's madeliefjes! Die mag je niet plukken. Dat zijn bloemen, geen onkruid. Rosie, niet plukken? Nee, je moet deze plukken. Alleen het onkruid. Nee, Rosie, niet de bloemen. We moeten dat lelijke onkruid plukken. Laat de bloemen maar met rust. Caillou dacht dat het veel sneller zou gaan zonder zijn hulpje. Kijk, Rosie, dit is allemaal onkruid. Hier mag je alles plukken wat je wilt. Kijk, doe mij maar na. Zie je wel, Rosie? In dit deel van de tuin mogen we alles plukken wat we maar... Rosie? Rosie? Rosie ging naar mama toe. En de ambrosia, waar ze van ging niezen. Nee, Rosie, kom terug! Kom maar mee, Rosie. Laten we hem in de zandbak spelen. Dat vind je leuk, toch? Zo, nu ga jij lekker in de zandbak spelen terwijl ik onkruid wiet, oké? Oké. Oh, Rosie! Je mag al deze bloemen echt niet plukken, Rosie. Wacht eens. Wil je soms buiten met je poppen en je speelgoed spelen? Papa! Oké, blijf hier even staan. Ik ben zo terug met je speelgoed. Ik ga naar binnen om wat speelgoed voor Rosie te halen. Oké. En denk erom, Rosie, geen bloemen plukken. Caillou wilde Rosie lekker bezighouden buiten. Dus had hij bedacht dat hij veel speelgoed mee moest nemen. Het is gelukt. Rosie! Nee! Nee, nee, nee! We moesten onkruid plukken, niet de bloemen. Papa, verjaardag! Verjaardag? Bedoel je dat je papa bloemen wil geven voor zijn verjaardag? Verjaardag! Dat is lief, Rosie. Maar ik wil papa een tuin zonder onkruid geven. Niet een tuin zonder bloemen. Rosie begreep er niets van. En Caillou was bang dat hij nooit op tijd al het onkruid uit de tuin zou krijgen. Er is nog zoveel te doen, Rosie. De bloemperken en het gras. Overal staan nog paardenbloemen. Mooi! Wat is mooi? De paardenbloemen? Dat is onkruid. Mooie bloemen! Ik weet het. Rosie, waarom pluk je niet een paar van die gele bloemen voor papa? Dat vindt hij leuk, oké? Oké. Thank you.
Wauw, moet je nou eens kijken. Dat hebben we voor jou gedaan. Leuke verrassing? Zeg dat wel. 2 verjaardagsverrassingen op 1 dag. Dank je wel. Caillou heeft deze verrassing voor je bedacht. En hij heeft er echt heel hard aan gewerkt. Echt waar? Wauw. Onkruidwieden in de tuin is een flinke klus. Dank je wel, Caillou. Graag gedaan. Oh, en we hebben nu nog een verjaardagsverrassing voor je. Hè, Rosie? Ja. Gefeliciteerd. Caillou was benieuwd of papa Rosie's onkruidcadeautje mooi zou vinden. Oh, wat zijn ze mooi, Rosie. Dank je wel. Het was een goed plan geweest om Rosie de paardenbloemen te laten plukken. En het was heel goed gelukt. Op een avond was het een wilde bende bij Caillou thuis. Want hij en Rosie waren heel enthousiast over alle dieren die ze in de dierentuin zouden gaan zien. Ja, ik wil de tijgers zien. Papagaaien. Ik weet dat jullie er zin in hebben, maar het duurt echt nog even voor we naar de dierentuin gaan. Hé, luister eens. Je kan op een kameel rijden in de dierentuin. Echt waar? Dat moet te gek zijn, zeg, om bovenop de bult van een kameel te zitten. Ja, kameel! Het klonk leuk, op een kameel rijden. Maar toen Caillou een plaatje van een kameel zag, begon hij toch te twijfelen. De volgende dag op school vroeg Caillou aan Leo wat hij van kamelen vond. Hou jij van kamelen, Leo? Echt niet. Die zijn raar. Ze hebben een grote bult op hun rug. En grote, vreemde ogen. En een rare, lange nek. En ze houden niet van mensen. En ze spugen. Echt waar? Eeuw. We zijn er. De dierentuin. Wat zullen we eerst doen, jongens? Een ritje op de kameel? Nee. Ik wil eerst naar de aapjes toe. Mag dat? Aapie, aapie. Oké, aapjes van me. Kom maar. Kijk, Rosie, ik ben een aapje. We hebben nu wel lang genoeg bij de aapjes gestaan. Volgens mij wil Rosie nu ergens anders heen. Willen jullie nu een ritje op de kameel? Ja, op kameel rijden. Caillou wilde helemaal niet op een kameel rijden. Maar hij wist niet hoe hij het tegen papa en mama moest zeggen. Rosie houdt van papegaaien. Zullen we anders eerst naar de vogels gaan? Oké, Rosie? Papegaaien! Oké, kom maar mee dan. Rosie vond het leuk om de papegaaien te zien. Maar al gauw had ze daar ook genoeg van. Gaan we? Maar je vindt de papegaaien toch leuk, Rosie? Laten we nog even blijven kijken. Wah! Wah! Kijk, ik ben een papegaai. Jij bent ook een papegaai. Nee. Doei, doei, papegaai. Kijk, jongens. De kamelen zijn hier vlakbij. Maar kijk, daar zijn zeeotters. Zeeotters zijn ook leuk, hè, Rosie? Gaan we daarheen? Oké, dan gaan we eerst naar de zeeotters en daarna naar de kamelen. Caillou deed net alsof hij de zeeotters ontzettend leuk vond. Maar na een poosje had zelfs hij het wel gezien. Gaan we, mama? Nu? Ja, Rosie. Het is nu wel tijd om te gaan. Kom mee, Caillou. Dan gaan we bij de kamelen kijken. Maar ik wil nog even bij de aapjes kijken. Mag dat? Caillou, als je iets dwars zit, mag je het me altijd zeggen. Ik wil niet op de rug van een kameel. Ze houden niet van mensen. En ze spugen. Spugen? Ik heb altijd gehoord dat kamelen heel lief zijn. Maar je hoeft niet op een kameel te rijden als je dat niet wil. Je mag het zelf weten. Maar misschien moet je de kamelen eerst zien voor je beslist. Caillou dacht er eens diep over na. Hij moest toegeven dat hij wel een beetje nieuwsgierig was geworden naar die kamelen. Oké. Hoi, kameel. Hallo. Willen jullie op de kameel rijden? We zijn er nog niet helemaal aan toe. Caillou wil eerst nog even kijken.
Dat is goed hoor. Caillou, dit is Rudy. Hij vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Wil je kennis met hem maken? Spuugt hij niet? Spugen? Nee, meestal niet. Hij is heel erg aardig. En het is een heel mooi beest. Kijk maar eens naar Rudy's poten. Hij heeft maar twee tenen. Zo is het. Kamelen hebben zulke tenen nodig om in de woestijn te lopen. Ze spreiden hun tenen zodat ze niet wegzakken. En als kamelen lopen, zetten ze met hun poten aan één kant tegelijk een stap. En dan met hun poten aan de andere kant. Zo loopt bijna geen enkel ander dier. Caillou vond kamelen steeds interessanter worden. En weet u nog meer over kamelen? Ja, wist je dat kamelen de enige dieren zijn die zo'n bult hebben? Veel mensen denken dat kamelen daar water in bewaren. Maar eigenlijk bewaren ze er vet in. Met al dat vet kunnen ze heel lang zonder eten. Soms wel 2 weken. 2 weken? Dat is wel heel erg lang. Ben ik even blij dat ik geen kameel ben. Wil je Rudy eens aaien? Ik aaien! Kameel! Hoi, Rudy. Caillou was blij dat Rudy niet naar hem spuugde. Het leek eigenlijk wel alsof Rudy het helemaal niet erg vond. En wil je helpen Rudy te voeren? Probeer het maar, Caillou. Weet je wat? We doen het samen. Rudy was heel erg lief. Caillou kon het niet geloven. En wie wil er een ritje maken op zijn rug? Ik graag. Hoi, kameel. Oké, klim er dan maar op. Oh, wauw, ik zit erop. Ik zit op een kameel. Kijk, mama. Kijk, papa. Goed zo, Caillou. Hierna gaan wij, Rosie. Op een kameel zitten is heel erg leuk. Ik vind Rudy lief. Gaan we snel nog een keertje? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En als Rudy loopt, stapt hij eerst met allebei zijn poten aan de ene kant en dan met allebei zijn poten aan de andere kant. En daar ga je heel erg van schommelen. Wauw! Ik kan niet wachten totdat ik ook op een kameel mag. Caillou was niet alleen over zijn angst voor kamelen heen. Hij liet de anderen ook zien hoe je zoiets moest doen. Niet te hoog voor mij. De peuterschool was al afgelopen, maar Caillou was zich nog steeds aan het aankleden om naar huis te gaan. We moeten ons lekker warm inpakken. Zo, eindelijk. We zijn er klaar voor. Zeg juf Martin maar gedag, jongens. Doei, doei. Dag, juf Martin. Dag, jongens. Deze kant op, Rosie. Sneeuw! Caillou vond de hoge heuvel er heel spannend uitzien. Gaan wij ook sleeën, papa? Oh. Vandaag niet. Maar morgen is het zaterdag, dan komen we terug. Yippie! Ja! Kom op, Rosie. Morgen ga ik met mijn slee van de hoge heuvel af. Die is wel heel hoog. Misschien moet je er eerst even een nachtje over slapen. Caillou kon zijn ogen niet van de hoge heuvel afhouden. Hij wist het heel zeker. Mama, moet je horen, mama? Morgen gaan we samen met papa sleeën. En dan ga ik van die hele hoge heuvel af.
Nou, dat klinkt spannend, zeg. Maar is die hoge heuvel niet een beetje te hoog, Caillou? Maar niet te hoog voor mij. Zoals ik al zei, Caillou, laten we de eerste nachtje overslapen. Papa, wakker worden. Vandaag gaan we naar het park. We zijn er klaar voor. Ik heb Rosie geholpen. We konden maar één laars vinden, dus mag ze een oude van mij aan. Oude laars. Papa deed zachtjes, net als Caillou en Rosie, zodat ze mama niet wakker zouden maken. Goed gedaan hoor, Caillou. Maar ik denk dat ik wel weet waar we Rosie's andere laars kunnen vinden. Kom maar, dan gaan we eerst even ontbijten. Kom op, papa! Opschieten! Sneeuw! Nee, Rosie, niet hier. We moeten naar de hoge heuvel toe. Instappen maar. Ja! Hou papa goed vast, Rosie. Die heuvel is heel hoog. Veel te hoog voor jou alleen. Maar niet te hoog voor... De heuvel was veel hoger dan Caillou gedacht had. Caillou, zei je? De heuvel was wel te hoog voor Caillou. Hij wist niet wat hij nu moest doen. Weet je, Caillou, je kan natuurlijk alleen spelen, maar soms is het leuker om met een vriendje te spelen. In plaats van in je eentje op deze hoge heuvel te gaan spelen, is het misschien leuker om met Rosie te gaan spelen op de kleine heuvel. Wat vind je ervan? Caillou spelen? Ja, het is veel leuker om met Rosie te spelen. Zal ik met jou van de kleine heuvel afgaan, Rosie? Jij mag voorop. Ja! Hoi, Caillou. Moet je horen? Ik ga van de hoge heuvel af. Maar hij is echt heel erg hoog, André. Hij is niet te hoog voor mij. Papa, mag ik kijken hoe André van de hoge heuvel afgaat? Ah. Oké, maar doe voorzichtig. Jippie! Kom op, Caillou, opschieten. Ik wil van de hoge... Wow. André had ook niet gedacht dat de heuvel zo hoog zou zijn. Hij is echt heel erg hoog. Te hoog voor jou? Nee, heus niet. Hij is, alleen. Voor André was de heuvel ook te hoog. Maar dat wilde hij niet tegen Caillou zeggen. Papa! Daar ga je, Rosie. Soms is het leuker om met een vriendje te spelen. Huh? In plaats van in je eentje op de grote heuvel. Kom je anders met Rosie en mij op de kleine heuvel? Ja, laten we met z'n allen spelen. Dat is ook veel leuker. Ja! Kom op, Caillou, we gaan. Hoi, papa. Ik dacht dat André van de hoge heuvel af wilde. Volgens mij was hij een beetje bang voor de hoge heuvel. Nou, het is niet erg als je ergens bang voor bent. Maar soms is het best lastig om te zeggen dat je bang bent. Caillou wist precies wat papa bedoelde. Want hij wilde zelf liever ook niet zeggen dat hij bang was voor de hoge heuvel. Net als André. Ik heb tegen hem gezegd dat het leuker was om met ons te spelen. Dus toen hoefde hij niet te zeggen dat hij bang was. Dat was heel aardig wat je voor je vriend hebt gedaan, Caillou. Misschien gaan André en ik volgend jaar wel van de hoge heuvel. Kom op, Caillou. Geef eens een zetje, papa. Hup, 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 hup.
Caillou had geleerd dat je best ergens bang voor mocht zijn. Hij zou heus nog wel eens van de hoge heuvel afsleeën. Ooit. De vliegende schotel van Caillou. Caillou en Leo waren astronautje aan het spelen. Heb jij toevallig een ruimterobot gezien, papa? Ruimterobot? Even denken. Ik ben een ruimtereiziger! En Leo is de ruimterobot. Hohoho, ik begrijp het. Nou, ik zag de ruimterobot voor het laatst in de keuken. Hij dronk limonade met Rosie. Limonade? Laat dat voor mij over! Wow. Dit is geen limonade, Caillou. Dit is raketbrandstof. Dat drinken ruimterobots heel erg graag. Opeens zag Caillou iets vreemds. Wat krijgen we nou? Volgens mij zag ik net een vliegende schotel. Een vliegende auto? Weet je zeker dat het een vliegende schotel was? Hij was rond en plat en zilver en glimmend. Kijk, hij zag er precies zo uit. Hij was wel een beetje klein, maar het moet wel een vliegende schotel zijn geweest. Vliegende auto! Caillou, je eten wordt koud. Sorry, mama, maar ik wil de vliegende schotel niet missen voor als hij terugkomt. Het zou wel eens iets anders kunnen zijn geweest dat je hebt gezien. Wat vliegt er dan nog meer rond dat rond, plat, zilver en glimmend is, papa? Vliegende auto! Wow! Hoe zagen de marsmannetjes eruit, Caillou? Die heb ik niet gezien. Alleen een vliegende schotel. Maar we denken dat ze groen waren en drie ogen hadden. Net zoals in onze strip. Wauw! Dat klinkt heel erg spannend, Caillou. Maar weet je, soms blijken de dingen die we zien toch heel anders te zijn. Maar wat vliegt er dan nog meer rond dat plat rond zilver en glimmend is? Geen idee. Het is echt een raadsel. Ik weet wat. Ik ga hem zoeken en dan neem ik hem mee naar school. Dan kan iedereen hem zien. Ja! Yeah! Yeah! Wat een avontuurlijk plan, zeg Caillou. Ik hoop dat je niet te teleurgesteld zult zijn als je die vliegende schotel niet zult vinden. Dat komt wel goed hoor. Ik vind hem wel. Wacht maar af. Caillou wilde de kleine vliegende schotel gaan vangen. Zodra de vliegende schotel terugkomt, rennen we naar buiten en dan vangen we hem met papa's net. Oké, Rosie? Vliegende auto! Juist. Oh, Gilbert, je zit voor mijn verrekijker. Zo zie ik die vliegende schotel natuurlijk nooit. Vliegende auto! Ja, vliegende schotel. Vliegende auto! Vliegende auto! Caillou kwam erachter dat het moeilijker was dan hij dacht om een vliegende schotel te vangen. Hij moest iets anders verzinnen. Oké, als je vliegende schotel terugkomt, mag je er een foto van proberen te maken om aan je klas te laten zien. Dankjewel, mama. Maar als hij niet meer terugkomt, is het ook goed. Want iedereen weet dat jij je best hebt gedaan. Oh, maar hij komt terug hoor, dat weet ik gewoon. En dan laat ik hem aan iedereen zien. Dank je, mama. Schotels zijn niet roze, Rosie. Ze zijn zilver, zoals die ene buiten.
Alleen geen vliegende schotels. Maar je hebt het wel geprobeerd. Dat is het belangrijkste, Caillou. En je hebt een paar hele grappige foto's van ons gezin gemaakt. Vooral deze van Gilbert. Ik heb er nog wel een lijstje voor. Dan kan je hem in je kamer ophangen. Vliegende auto! Vliegende auto! Huh? Caillou was teleurgesteld. Het was uiteindelijk toch geen vliegende schotel. Het was een taartvorm die uit de vuilnisbak was gewaaid. Vliegende auto! Dat is geen vliegende schotel, Rosie. Het is gewoon iets wat door de wind is meegenomen. Dankjewel, Rosie. Het heeft inderdaad hard gewaaid de laatste tijd. Waarom kijk je nou zo sip, jongen? Ik heb op school gezegd dat ik een vliegende schotel had gezien. Nu moet ik tegen ze zeggen dat het een taartvorm was. Oh, ik snap het. Weet je, Caillou, in plaats van verdrietig te zijn over wat niet gelukt is, zou je juist trots moeten zijn op wat wel gelukt is. Ik bedoel dit. Je kan geen vliegende schotel laten zien, maar je hebt wel het raadsel opgelost van wat het wel was. Een taartvorm. Dat is waar, ja. Mag ik die taartvorm alsjeblieft mee naar school nemen, papa? Vliegende auto! Hij lijkt echt op een vliegende schotel. Ja, maar het is gewoon een oude taartvorm. Dat heb ik ontdekt. Ja! Yeah! Goed gedaan, Caillou. Weet je, ik krijg opeens een heel goed idee voor een kunstproject. Hey, kijk! Leo is een marsmannetje. Een robotmarsmannetje. Ik heb dorst. Ik wil een glas raketbrandstof. Caillou had dan geen vliegende schotel gevonden, maar hij vond het wel leuk om er met zijn vriendjes eentje te maken. Papa's puzzels. Caillou kon niet wachten. Hij was helemaal klaar om te gaan voetballen in de tuin. Maar hij had niet gerekend op... regen? Oh, wat moet ik nu dan doen? Wat is er aan de hand? Ik wil voetballen, maar het regent. En nu heb ik dus niks te doen. Oh, maar waarom ga je dan niet met je ruimteschip spelen? Dat is kapot. En Rexy dan? Gilbert heeft op hem gekwijld. Kan je spelen met... Popje? Nee, dank je, Rosie. Jongens! Jullie raden nooit wat ik gevonden heb. Moet je komen kijken. Papa was opgewonden over wat hij in de kelder had gevonden. Caillou vroeg zich af wat het kon zijn. Wauw, puzzels! Niet zomaar puzzels, mijn puzzels. Waar ik mee gespeeld heb toen ik klein was, Caillou. Kijk, piraten! Dat was een van mijn lievelingspuzzels. Schatje, is het niet een goed idee om wat hulp te vragen bij je puzzels? Ja, natuurlijk. Caillou, heb je zin om me te helpen? Oké. Kijk, nu heb je iets te doen, ook al regent het buiten. De puzzel was al bijna klaar. En Caillou had het zo naar zijn zin. Nog maar één stukje. De doos is leeg, papa. Is hij leeg? Weet je het zeker? Ik dacht wel dat ik alle puzzelstukjes had. Ik weet het zeker. Het laatste stukje moet hier ergens liggen. Misschien zitten we erop. Caillou en papa keken goed om zich heen. Ik zie hem niet, papa.
Maar ze konden het ontbrekende puzzelstukje nergens vinden. Ik snap er niks van. Waar kan die nou zijn? Misschien heeft Gilbert hem gepakt. Sorry, Gilbert. Dit is belangrijk. Oh, hij is echt verdwenen. Nu kunnen we de puzzel niet afmaken. Caillou was teleurgesteld. Maar daar wist papa wel raad mee. Arr, wat zeg je ervan om samen naar schatten te gaan graven? Naar schatten graven? Ai, maatje. Maar waarom heb jij je piratenkostuum niet aan? Maar ik heb geen piratenkostuum. Dan moet je er snel een regelen, maatje, om te gaan schatgraven naar het verloren puzzelstukje. Oké, ik bedoel, ai ai. Arr, nu ben je een piraat, net als ik. Arr, kapitein. Zo hoor ik het graag. Goed, nu zijn we klaar om te gaan schatgraven. Hijs de zeilen. Op zoek naar het verloren puzzelstukje. Gooi het anker uit, maatje. Arr. Een verlaten eiland. En kijk, daar is matroos. Een schatkist. Arr. Het is mijn speelgoed maar, kapitein. Wat doen jullie nou weer? Arr, wat voor een vaartuig is dit? Dit heet een yogamat. Een yogamat, zeg je? Jij verbergt toch niet toevallig schatten onder die mat, of wel soms? Nou, je mag wel even kijken. Arr, geen schatten in het ruim, maatje. We moesten maar weer eens gaan. Zeg maar op, landrot, waar kunnen wij de schatten vinden? Je moet het zeggen, Gilbert, anders gooien we je overboord. Arr. Caillou en papa hadden al de hele middag naar schatten gezocht. Arr, geniet je van je piratenmaaltje, maatje? En van schat zoeken krijgen piraten altijd honger. Jullie zullen het niet geloven, maar Rosie heeft het verloren puzzelstukje. De schat, bedoel ik. Een puzzelstukje? Ha, dat was ik al bijna vergeten. Ik ook. We hadden denk ik zoveel lol met piraatjes spelen, dat we vergeten zijn waar we naar op zoek waren. En jij dacht nog wel dat je jezelf vervelen, Caillou. Ja, maar het was superleuk. Waar vond je het laatste puzzelstukje, mam? Gilbert had hem. En Rexie ook. Ik wist dat we die landrot Gilbert niet konden vertrouwen. De volgende dag rende Caillou van school naar huis. Hoi, Caillou. Wil je spelen? Hij ging iets enorm spannends doen. Misschien later, Sarah. Papa en ik gaan puzzelen. Sinds wanneer zijn puzzels zo leuk? Oké, dan moet ik mijn robotkostuum maar gaan zoeken. Ja, en dan gaan we op superrobotzoektocht naar het laatste puzzelstukje. Maar Caillou, we weten niet eens of er een stukje ontbreekt van de robotpuzzel. Maakt dat iets uit? Nee, dat maakt niks uit. Vanaf die dag wist Caillou hoe hij altijd pret kon hebben. Gewoon met een beetje fantasie. Speel met me. Caillou voelde zich een beetje eenzaam vandaag. Hij wilde met iemand spelen. Wil je met me spelen, mama? Zullen we naar het park gaan?
nee, het spijt me, Caillou. Ik heb echt nog hartstikke veel te doen. Oh. Maar als ik straks hiermee klaar ben, kunnen we wel naar het park. Oh, oké. Waarom doe je geen spelletje? Of ga even tekenen? Of vraag papa anders. Misschien kan hij met je spelen. Ja, papa! Papa! Ah. Phew. Dat scheelde niks. Je moet me niet zo laten schrikken, Caillou. Ik deed het niet expres. Sorry. Heb je zin om over te gooien? Vangen hoef je in ieder geval niet meer te oefenen. Ik bedoel in het park. Dat kan nu even niet, Caillou. Ik moet het huis schoonmaken. Misschien kunnen we naar het park als ik klaar ben. Oké? Oké. Rosie, waar ben je? Caillou wilde graag met zijn zusje spelen. Totdat hij zijn vriendinnetje Sarah buiten zag. Ja, Sarah is thuis. Hoi, Sarah. Hoi, Caillou. Wil je met me spelen? Ik kan nu even niet. Ik heb zo pianoles. Pianoles? Moet je daar dan heen? Nee, ik vind het leuk. Misschien kunnen we later spelen. Ja, oké. Later. Veel plezier. Bedankt. Iedereen had het druk vandaag. Zelfs Rosie. Thee? Zullen we spelen, Rosie? Theefeestje? Nou, we kunnen ook overgooien in de tuin. Dat vind je toch leuk? Nee, theefeestje. Kom op, Rosie. Alsjeblieft, het is lekker weer. Dat is altijd leuk. Ik wil met de poppen. Goed, dan vraag ik wel of Gilbert met me wil spelen. Nog wat thee? Caillou probeerde met Gilbert te spelen. Maar zelfs die had het te druk. Te druk met dutjes doen. Oh. Wat is er toch, Caillou? Niemand wil met me spelen. Iedereen heeft het te druk. Zelfs Gilbert. Ja, dat is niet zo leuk, Caillou. Maar soms hebben mensen en dieren dingen die ze moeten doen. Nou, zelfs Rosie wil niet met me spelen. En ik speel altijd wel met haar. Altijd? Nou... Waarom probeer je eerst niet even jezelf te vermaken? In ieder geval tot we naar het park gaan. Oké? Oké. Ik ga wel buiten spelen. Caillou zei dat hij buiten ging spelen. Maar hij wilde eigenlijk liever Sip voor zich uitkijken. Eindelijk! Iemand die met me wil spelen. Hey, dat kietelt. Ik denk dat je wil dat ik achter je aankom. Ik kom eraan, hoor. Wow. Oeps, sorry, vogel. Zo'n kleine mier als jij. Jij gaat vast honing maken. Hey, ik ben in bloem. Toen Caillou nadacht over de vogel en de mieren en de bij,
kreeg Caillou ineens een idee. Iedereen heeft het wel eens een beetje druk. Zelfs kleine vogels en insecten. Dan ga ik ook maar weer eens wat doen. Dag, lieve eerstbeestje. Waar liggen toch mijn... Nou, hier zijn ze. Zo, hij is af. We zijn klaar met werken, Caillou. Ben je klaar om te gaan? Waarheen? Naar het park. Caillou stond versteld. Hij was zo druk met tekenen dat hij het park helemaal vergeten was. Ik ben bijna klaar. Ik moet nog één dingetje doen. Dat is mijn lievelings. Het lieve heersbeestje. Ik heb vandaag met haar gespeeld. Geweldig. Ze zijn prachtig, Caillou. Lieve heersbeestje. Oh ja, wat goed van jou, Rosie. Wauw, jij bent vanmiddag wel druk geweest, Caillou. Hij had het inderdaad heel erg druk gehad. Nu kunnen we naar het park. Caillou had geleerd om zichzelf te vermaken zonder mama, papa of Rosie. Maar naar het park gaan is altijd erg leuk. Voor de hele klas. Op een grote paddenstoel. Volgens mij wil zij je nu al horen zingen. Oké. Caillou vond zingen voor mensen leuk. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer. Oh nee! Nee. Wat een gelukkie zeg. Er zit niks op mijn dino-shirt. Gelukkie? Nou, het tafelkleed had minder geluk. Let een beetje op bij wat je doet, Caillou. Oké, mama. Caillou besloot verder te gaan waar hij gebleven was. Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen, te schommelen. Ah, dat klopt niet. Mama, ik weet niet meer hoe het liedje gaat. Wat nou als ik het morgen vergeet op school? Oh nee, oh, je zong het net anders nog perfect. En juf Martin is er ook om je te helpen. En daarbij, je kunt de hele dag nog oefenen. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Ik moet de groene hebben voor de vleugels. Waar is dat krijtje heen? Hij lette niet goed op. Dus zag Caillou het groene krijtje niet onder zijn bed rollen. Ah. Oh. Dan ga ik wel een stukje vliegen. Voorzichtig. Je moet wel opletten waar je heen vliegt, Caillou. Sorry, papa. Oh, nee. Hij is gebroken. Kan je hem maken? Ik weet het niet. Ik ga eerst even douchen en dan kijk ik ernaar, oké? Oké. Hoi, mevrouw Howard. Oh, hallo, lieve Caillou. Oh, nee. Mijn shirt. Ach, gut, wat zonde. Dit is mijn allermooiste dino-shirt. Wat vind ik dat nou erg? Het is niet uw schuld. Ik heb gewoon een slechte dag. Ik morste sap, verloor mijn groene krijtje en nou dit weer. Het klinkt alsof je een beetje pech hebt vandaag. Echt waar? Ik moet morgen op een grote paddenstoel zingen op school. Ik wil nu helemaal geen pech hebben. Nou, misschien moet je een talisman zoeken om weer geluk te hebben. Een talisman? Daar had hij nog nooit van gehoord. Ja, je weet wel. Zoals een klavertje 4.
Klavertje 4? Oh, één met 4 blaadjes. Ja, of misschien... Bedankt, mevrouw Howard. Caillou was druk op zoek naar een klavertje 4. Hij vond vooral heel veel gras. Wow! En een krekel. Hij vond zelfs een slak, maar hij zag nergens een klavertje 4. Oh, op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Allebei zijn beentjes hoepelen in de lucht. Gaat alles wel goed met je, Caillou? Mijn dino-shirt is gescheurd. Oh, nee. Nou, misschien kan ik het wel maken. Mama, weet je nog iets dat geluk brengt, behalve een klavertje 4? Ja, sommige mensen geloven in geluksmuntjes. Een geluksmuntje? Ja, bedankt, mama. Hoi, Caillou. Hoe gaat het? Ik heb een geluksmuntje nodig, papa. Ik geloof niet dat de muntjes in mijn kleingeldpot geluk brengen. Echt niet? Echt niet. Muntjes kunnen alleen geluk brengen als je ze ergens bij toeval hebt gevonden. Op de stoep bijvoorbeeld. Hey, deze knoop zocht ik al. Het is alsof ik een vallende ster zag. Een vallende ster? Brengen die ook geluk dan? Dat zegt men wel. De gewoonte is om een wens te doen als je ergens een vallende ster ziet. Maar... Bedankt, papa. Voor het slapen gaan zocht Caillou de lucht af naar een vallende ster. Maar het was veel te bewolkt om sterren te zien. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen. Het is tijd om naar bed te gaan, Caillou. Maar mama, ik heb nog geen vallende ster gezien. Waarom wil je een vallende ster zien? Omdat ik zoveel pech had. Ik gooide mijn sap om, raakte mijn krijtje kwijt, ik liet mijn vliegtuig vallen en ik scheurde mijn dino-shirt. Ja, het was misschien geen superdag. Maar soms heb je gewoon geluk en soms heb je gewoon pech. Je moet gewoon wat beter opletten, Caillou. Het zal wel. Mijn groene krijtje! Nou, dat is toch ook wat? Misschien heb je toch geluk. En wat dacht je hiervan? En hiervan? Oh, jullie hebben het gemaakt! Dank je. Wat is er nou weer? Ik dacht dat alles nu goed was. Ik moet morgen op een grote paddenstoel zingen op school. Wat nou als ik het nog steeds niet weet? Caillou, je hebt dat liedje de hele dag gezongen. Je kent het echt uit je hoofd. Caillou dacht erover na en vond dat mama gelijk had. Hij had geen geluk nodig. Hij kende het liedje uit zijn hoofd. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Krak zei toen de paddenstoel met een diepe zucht. Allebei die beentjes, hoepla in de lucht. Goed gedaan, Caillou. Hij had geen geluk nodig. Hij hoefde alleen maar te geloven in zichzelf. Het ruimteschip delen. Op een dag gingen Caillou en Leo samen met hun moeders op zoek naar een heel speciaal cadeau. Denk je dat Clementine dit leuk vindt voor haar verjaardag? Ja, ze houdt heel erg van kleien. Wij gaan haar zo deze puzzel geven. Toch, Leo? Leo? Als het mijn verjaardag zou zijn, dan zou ik deze willen. Een ruimteschip. Wauw, er zitten zelfs astronauten bij. Wat gaaf. Zou Clementine dat echt leuk vinden? Dat weet ik niet. Maar ik wel. Mag ik hem hebben? Oh. Ik ook. Ik wil hem ook. We zoeken een cadeautje voor Clementine. Weten jullie nog? Ja, dat klopt, Leo. Ik wilde eigenlijk vandaag maar één cadeautje kopen. Want het is niet jouw verjaardag, toch? Maar mag ik het dan zelf kopen? Ik heb nog wat geld van opa gekregen.
Dat is niet genoeg, lieverd. Wacht, ik heb ook nog geld. We stoppen ons geld gewoon bij elkaar en dan kopen we 1 ruimteschip. Om te delen. Ja! Ik weet niet of dit een goed idee is. Het is moeilijk om iets te delen als je niet in hetzelfde huis woont. Maar wij kunnen heel goed delen. Ik neem hem de ene dag en dan neemt Leo hem de andere dag. Ja! En daarna krijg jij hem weer van mij en zo blijven we hem delen. Maar wie krijgt hem nu als eerst? Ik! Neem jij hem anders eerst maar. Voorzichtig, Caillou, want het is ook het ruimteschip van Leo. Weet ik, maar hij mag er morgen pas mee gaan spelen. Vandaag is hij alleen van mij. Wauw, een ruimteschip. Mooi is hij, hè? Leo en ik hebben hem met ons eigen geld gekocht. Ik kan niet wachten om hem straks te laten zien. Hi, Clementine. Hi, Caillou. Jee, je hebt het ruimteschip meegenomen. Die is echt te gek voorzien en zeggen. Maar ik wilde hem laten zien. Maar vandaag is het mijn beurt, weet je nog? Oh, dat klopt. Goed dan. Mission Control voor Caillou. Is het ruimteschip klaar om op te stijgen vandaag? Nee. Nee? Waarom niet? Leo heeft het ruimteschip. Het is zijn beurt. Het is niet eerlijk. Hij heeft altijd het ruimteschip als ik hem liever wil. Altijd? Maar jullie hebben hem gisteren pas gekocht. Morgen mag jij er alweer mee spelen, Caillou. Want je ziet Leo nog voor we naar het feestje van Clementine gaan. Dan kunnen jullie samen spelen met het ruimteschip. Ja, dat is waar. Zo, de astronaut is klaar voor zijn ruimtewandeling. Heel goed, maar ik moet nog landen op de maan. Maar dat kan niet. Het ruimteschip heeft een landingsbaan nodig. Maar het is geen echt ruimteschip. Dat weet ik, maar als we een landingsbaan maken, dan lijkt het gewoon nog echter. Ah, goed dan. Zo, dat is een mooie landingsbaan, toch? Ik haal het ruimteschip. Wat is er? Oh. Zo mooi! Oh. Waarom gaf je hem aan haar? Dat deed ik niet. Ze heeft hem gepakt. Je had voorzichtiger moeten zijn. Nu is hij helemaal verpest. Hey, ruimtereizigers. Het is tijd voor het feest van Clementine. Hebben jullie er al een beetje zin in? Ja. Nou, het klinkt niet alsof ze er zin in hebben. Ah, ik weet denk ik wel waarom. Breng jij de jongens maar vast even naar het feestje. Rosie en ik hebben hier nog iets schoon te maken. Toch, Rosie? Rosie niet krijten? Nee, niet op de spullen van iemand anders. Nou, gaaf! Goed gedaan, hoor! Het feestje van Clementine was geweldig. Maar Caillou kon er niet van genieten. Hij dacht dat Leo nog boos op hem was. En daardoor was Caillou een beetje verdrietig. Hij wist niet dat Leo ook een beetje verdrietig was. Mama, waarom ben je hier zo vroeg? Ik heb iets bij me voor je. Ik denk dat jij en Leo dat wel willen zien. De krassen zijn weg. Rosie en ik hebben het schoongemaakt. Bedankt, mama. Leo, kijk!
Het ruimteschip is weer mooi. Wauw, weer zo goed als nieuw. Het spijt me dat hij zo vies was. Dat geeft niets. Misschien moeten we hem voortaan in jouw huis bewaren. Nee, dat hoeft niet. Neem jij hem maar. Echt waar? Wil je hem niet meer hebben dan? Jawel, maar we werden zo boos op elkaar en dat vind ik niet leuk. Ik ook niet. Maar wie krijgt nu het ruimteschip dan? Ik weet het. Oeh. Deze is van Leo en mij. Een ruimteschip. Wauw, bedankt. Ja, te gek, hè? Jouw eigen ruimteschip. Ja, je kunt ermee landen op een landingsbaan. Dan is het nog veel echter. Caillou en Leo wisten dat hun vriendschap veel belangrijker was dan een speelgoedruimteschip. Caillou ging voetballen met zijn grootste fan, opa. Goed schop, Caillou. Weet je, toen ik zo oud was als jij, speelde ik ook voetbal. En op een dag speelde ik de bal weg bij het andere team en schopte hem heel hoog in de lucht. Wat gebeurde toen, opa? Hij stuiterde tegen de doelpaal en kwam weer recht op me af. Toen gaf ik meteen een kopbal, waardoor ik toch nog scoorde. Ik wou dat ik zo'n goede voetbalspeler was als u. Ach, ik vind je al hartstikke goed, Caillou. Laten we kijken of je kan scoren bij je oude opa. Klaar of niet? Ik schiet! Oeh. Goal! Volgens mij moeten jullie gaan, anders komen jullie nog te laat op de training. Oké, dag mama. Ik hoop dat mijn nieuwe coach net zo leuk is als u, opa. Oh, dat is die vast en zeker. Heeft u eraan gedacht de fruitijsjes mee te nemen voor na de training? Natuurlijk. Ga maar snel naar je teamgenootjes. Ik moet nog wat dingen pakken uit de auto. Hallo. Hoi, Caillou. Waar is de nieuwe coach? Weet ik niet. Hopelijk is die leuk. Hallo, team. Ik ben de nieuwe coach. Opa? Caillou was verbaasd en blij dat opa zijn nieuwe coach was. Nu voelde hij zich heel speciaal. Weet je, ik heb ook gevoetbald. Op een dag speelde ik de bal weg bij het andere team en schopte hem heel hoog in de lucht. Wat gebeurde er toen? Caillou voelde zich opeens toch niet zo speciaal meer. Hij dacht dat de voetbalverhalen van opa alleen voor hem waren. Hij stuiterde tegen de paal en kwam weer recht om af. Dus gaf ik meteen een kopbal, waardoor ik toch nog scoorde. Goed dan, pak nu allemaal maar een bal en ren vast het veld op. Ja, laten we spelen. Waar wacht je nog op, jongen? Niks hoor. Ja. Goed gedaan, voetbalster. Caillou vond het fijn om zijn opa te laten zien hoe goed hij kon voetballen. Goed gedaan, man. Leo, jouw beurt. Caillou was verbaasd. Opa deed met iedereen hun speciale high five. Hij zou dat eigenlijk alleen met Caillou moeten doen. Heel goed, team. Laat maar eens zien hoe jullie de bal kunnen overspelen. Goed geschopt, Caillou. En nu overspelen. Kom op, overspelen. Caillou wilde de bal niet overspelen. Hij wilde een doelpunt maken, zodat opa trots op hem zou zijn. Woehoe! Het is gelukt. Opa, ik heb gescoord. Heel goed, Caillou. Maar ik had gezegd dat jullie moesten overspelen. Geen doelpunten maken. Goed getraind allemaal. En wie wilde een fruitijsje hebben? Maar opa, er zijn toch maar twee fruitijsjes? Eén voor mij en één voor u.
Geen zorgen hoor, Caillou. Ik heb genoeg voor iedereen. Jouw opa is zo gaaf, Caillou. Caillou wist niet of hij het wel leuk vond dat zijn opa coach was. Ondanks dat de rest van het team dat wel vond. Hoe was de training, Caillou? Goed hoor. Caillou, waarom vertel je niet een voetbalverhaal van opa aan Rosie? Ik weet er geen één meer. Nou, Caillou, dat klinkt niet erg enthousiast. Maar dat zijn wij wel. We komen morgen allemaal naar je eerste wedstrijd kijken. Ja toch, Rosie? Ja, kijken! Luister goed, team. Leo staat op doel vandaag. Dus jij probeert de ballen uit het net te houden, oké? Ja! Clementine, Jason, jullie zijn de aanvallers. Dat betekent dat jullie een doelpunt moeten maken. Caillou en Jeffrey, jullie zijn de verdediging. Dus jullie helpen Leo om het doel te beschermen. Maar opa, ik wil doelpunten maken, zoals wij normaal samen doen. Maak je niet druk, Caillou. Iedereen komt aan de beurt. Oh, ja, goed zo! Ik heb hem! Jason? Erachteraan! Heel goed, schop hem maar weg! Nee, de andere kant op! Geef niks, team. Ga snel weer het veld op en heb plezier. Caillou vond het jammer dat het andere team had gescoord. Maar toen kreeg Caillou een grote kans om een doelpunt te maken. Ja, heel goed, Caillou! Je kunt het, Caillou! Schop hem erin! Ja, Caillou! Caillou was verdrietig. Hij wilde nu geen voetbal meer spelen. Even rust! Hé, jongen, wat is er? Ik ben niet goed in voetbal. Daar ben ik het niet mee eens. Jij hebt net geen doelpunt gemaakt, maar je schoen wel. Opa, u doet de high fives en u eet de ijsjes met iedereen. Dat zijn toch eigenlijk onze speciale dingen? Oh, ik snap het. Caillou, als ik coach ben, behandel ik iedereen op dezelfde manier. Dat hoort bij de baan. Maar ik ben ook nog opa. En daardoor ben ik altijd trots op jou. Zie je dit? Dit is een speciale voetbalmedaille die ik ooit gewonnen heb. En jij mag die hebben. Dan weet je dat ik er altijd trots op ben je opa te zijn. Zelfs als ik ook je coach ben. Bedankt, opa. Gelukkig bent u mijn coach. En gelukkig bent u ook mijn opa. Fijn. Ga nu maar weer het veld op en heb plezier. Caillou wist nu dat zijn opa zijn coach kon zijn en gewoon zijn opa en een van zijn grootste fans. Het veiligheidshulpje. Goed allemaal, tijd voor de kring. Yay! Tijd voor de kring. Caillou zat heel graag in de kring. Dat was bij juf Martin altijd heel erg leuk. Vandaag wil ik het hebben over wat we kunnen doen om veilig te spelen op de kleuterschool. Weet een van jullie een veiligheidsregel? Clementine? Als we onze schoenveters strikken, vallen we niet. Precies. En wie weet er nog een? Lopen in de gang en niet rennen. Ga alleen van de glijbaan met je voeten vooruit. En wacht tot degene die voor je ging van de glijbaan is, zodat je niet op hem valt. Juist, wat een goede veiligheidsregels. Ik was sommige alweer vergeten. Daarom moeten we er soms aan herinnerd worden. Goed, één van jullie krijgt vandaag een hele speciale taak. Ik zoek een veiligheidshulpje. Wie wil deze taak? Dan krijg je deze ster en dit fluitje. Dan mag je ons helpen om veilig te spelen. Het leek Caillou wel leuk om het veiligheidshulpje te zijn. Caillou, kom maar bij mij. Gefeliciteerd, je bent mijn allereerste veiligheidshulpje. Dus Caillou, als je iets ziet dat onveilig is, blaas je op de fluit. Begrepen?
begrepen. Caillou was trots op zijn speciale taak. Hij vond het leuk om juf Martin te helpen. En nog leuker om op zijn fluitje te blazen. Let op, straks struikelt iemand over het krijtje. Oeps, bedankt Caillou. Let op, je veters zitten los. Oeps, dat klopt. Hey Jason, moet je zien. Jeffrey, dat is niet veilig. Nee, dat is zeker niet veilig. Je moet met je voetjes naar voren van de glijbaan, Jeffrey. Sorry, was ik vergeten. Goed gezien, Caillou. Hoe deed ik dat vroeger zonder jou? Het is leuk om veiligheidshulpje te zijn. Ik deed het zo goed dat ik stickers kreeg van juf Martin en ik mocht zelfs het fluitje meenemen naar huis. Dan heb je het inderdaad goed gedaan, zeg. Neem voor de veiligheid kleine hapjes. Je hebt helemaal gelijk. Maar geen gefluit hier aan tafel, begrepen? Begrepen. Maar mag het strakjes wel? Ik moet nog even oefenen. Pap, dit krukje is niet veilig. Je hebt helemaal gelijk. Het wiebelt enorm. Dat heb je goed gezien. Hier, mama. Doe maar met mijn schaartje. Die is veiliger dan die van jou. Bedankt, lieverd. Speelgoed op de trap is niet veilig. Kom maar, dan maken we een bushalte in de woonkamer. Goed, Caillou. Vroom, vroom. Gilbert, dat is niet veilig. Wat als je valt? Hier, doe deze maar op. Heel goed, Caillou. Maar nu heb je wel genoeg op de veiligheid gelet. Bedtijd. Oh. Je moet wel goed slapen om morgen een veiligheidshulpje te kunnen zijn. Oh, juf Martin, ik weet een nieuwe veiligheidsregel. Echt waar? Vertel maar. Wees voorzichtig met de schaar. Goed bedacht. Je was een geweldig veiligheidshulpje, Caillou. Maar nu gaan we kijken wie vandaag het veiligheidshulpje wordt. En? Wie wil vandaag de veiligheidsster? Oh, ja, ik heb nog iets. En vandaag is het Leo. Ja! Alsjeblieft. Caillou, mag ik nu het fluitje terug? Leo mag hem hebben. Hij wordt het nieuwe hulpje. Caillou was verbaasd en verdrietig. Hij dacht dat hij voor altijd het veiligheidshulpje mocht zijn. Hoi Caillou. Nog bedankt dat je gisteren mijn veiligheidshulpje was. En weet je, nog een paar nachtjes slapen en dan mag je weer. Maar ik wilde het elke dag zijn, dus ook vandaag. Het spijt me als ik niet duidelijk genoeg was. Maar het is wel zo eerlijk om iedereen een kans te geven, vind je niet? Ik denk het wel. Fijn dat je het begrijpt. Ga je nu ook weer lekker spelen? Oké. Maar terwijl Caillou bij de glijbaan stond te wachten, zag hij iets waar hij van schrok. Hé, dat is niet veilig. Leo is toch het veiligheidshulpje? Dat maakt niks uit. Caillou heeft gelijk. We zitten op een schommel, zodat we niet vallen. Sorry, Leo. Ik wilde niet je taak overnemen. Dat geeft niets. Ik had Jason niet eens gezien. Hé, zullen we allebei veiligheidshulpjes zijn? Juf Martin, is het goed als Caillou en ik samen veiligheidshulpje zijn? Ach, dat is lief van jou, Leo. Caillou, wat vind jij? Dat is een heel goed idee. Maar ik weet nog iets beters. Haha.
Nu heeft iedereen een veiligheidsster. Het was sowieso al veel te veel werk voor één iemand. Nu hebben we alleen nog een fluitje voor iedereen nodig. Dat dacht ik niet, Caillou. Ik heb geen fluitje nodig om te fluiten. Sorry. En zo leerde Caillou dat iedereen samen op de veiligheid moet letten. De frambozen opjutten. Caillou vond het leuk om mama in de tuin te helpen. Zijn de frambozen nu al rijp, mama? Frambozen! Frambozen, Rosie? Nee, ze zijn nog niet rijp. Ze moeten nog heel eventjes groeien. Oh, ik hou niet van wachten. Oh, maar ik weet wel iets om de tijd te doden. Je hebt me al zo goed geholpen. Misschien vind je het wel leuk om mijn tuinhulpje te zijn. Ja, leuk! Sorry, Gilbert. Jij hebt geen water nodig. Oh, Caillou. Sorry, mama. Heel goed, jongens. Nu gaan de zaadjes in een bakje, let maar op. Dan geven we ze wat water en zetten we ze in het raamkozijn. Dat doen we, want bonenzaadjes plus water plus zonlicht worden... Bonenplanten! Heel goed, Klaas. Zo, wat een slimme tuinier, zeg. Ja, Caillou? Ik ben de tuinierhulpje. Ik zorg met mijn moeder voor de frambozenstruik. Wat geweldig, zeg. Aha, en straks heb ik genoeg frambozen voor de hele klas. Dat is heel lief van je, Caillou. Maar er moeten ook nog wat frambozen overblijven voor jou en je familie. We hebben straks honderden frambozen. En ik zorg ervoor dat iedereen wat krijgt. Mmm, ik kan wel 1000 frambozen eten. Beloof je dat je ze meeneemt? Ja! Zijn de frambozen nu al rijp? Nee, nog niet, Caillou. Je zult nog eventjes geduld moeten hebben. Weet je wat ik vandaag heb geleerd? Bonenzaadjes plus water plus zonlicht maakt... bonenplanten! Wat ontzettend leuk, Caillou. Frambozen! Nee, Rosie, de frambozen zijn nog niet rijp. Dat zei mama toch? Ja, dat klopt, Rosie. Pas als ze helder rood zijn, dan zijn ze klaar om te eten. Maar als je honger hebt, kunnen we wel iets anders eten? Ja, lekker! Honger! Drink jij je melk niet op, Rosie? Nee. Maar van melk word je groot en sterk. Roosje, nu groot! Oh ja, veel groter. Caillou kreeg plotseling een idee. Als Rosie groot werd van de melk, misschien werkte het dan ook wel bij de frambozenstruik. Caillou, wat ben je aan het doen? Ik geef de frambozenstruik wat melk. Dan wordt die ook groot en sterk. Ik ben bang dat dat niet werkt bij planten, lieverd. Die houden alleen van water. Caillou wilde dat de frambozen sneller rijp zouden worden. Dus wilde hij de struik nog meer water geven. Wat ga je nu doen, lieverd? Ik ga de struik meer water geven. Dan worden de frambozen snel rijp. Oh, maar ik denk dat hij al genoeg water heeft gehad. Wat hij nodig heeft, is ietsje meer tijd om de frambozen te laten groeien. Goed dan, mama. Oh, ik kan nog wel heel even wachten. Kijk, de bonen beginnen te groeien. Hé, hey, heb je je frambozen meegenomen? Nee, ze zijn nog niet rijp. Je neemt ze wel voor ons mee, toch? Je hebt het beloofd. Caillou zal vast wel zijn best doen om de frambozen mee te nemen als ze rijp zijn. Maar ze moeten wel de tijd krijgen om te groeien. Kom op, groei! Maar frambozen opjutten was precies wat Caillou het liefste wilde doen. Alsjeblieft, groei! Vergeet niet frambozen te krijgen. Oh, misschien wil je nog wat water? Je zorgt echt heel goed voor de frambozenstruik, Caillou. Dank je, maar denk je dat de frambozen ooit rijp zullen worden?
En dat duurt vast niet lang meer. Ze krijgen heel veel water en zonlicht. Maak je maar geen zorgen. Er is geen zon. Caillou maakte zich zorgen. Hij wist dat planten veel zonlicht nodig hebben om te groeien. Aha. Wat ben je aan het doen, Caillou? Er is geen zonlicht. Ik geef de struik wat extra licht om te groeien. Dat is heel lief van je. Maar het licht van je zaklamp is niet hetzelfde als het licht van de zon. Oh. Maak je niet druk. De zon komt vanzelf weer tevoorschijn. Meneer, ik heb beloofd van Bozen mee te nemen naar school. Maar ze zijn nog niet rijp. Oh, nu snap ik het. Het gaat echt niet lang meer duren. Een framboos kan je niet opjutten. Zoiets zei juf Martin ook al. Oh, dan moet het wel waar zijn. Want juf Martin is heel erg slim. Goed, morgen kijken we weer hoe ver ze zijn. Is dat goed? Caillou, Rosie, komen jullie even kijken in de achtertuin? En weer maakte Caillou zich zorgen. Hij dacht dat er iets gebeurd was met zijn frambozenstruik. En die zorgen waren terecht. Er was echt iets gebeurd met de frambozenstruik. Frambozen! Kijk, frambozen! Dat klopt, lekkere frambozen. Ze zijn eindelijk rijp. En, was het het wachten waard? Ja! Volgens mij moeten we samen Caillou even bedanken dat hij deze frambozen heeft meegenomen. Dank je, Caillou. Ik vind frambozen echt het allerlekkerste van de hele wereld. Bedankt, Caillou. Geen dank, hoor. Ja, Leo? Wanneer gaan we de bonen eten? De planten zijn al goed aan het groeien, Leo. Maar bonen plukken zit er voorlopig nog niet in. We moeten geduld hebben, toch, juf Martin? Planten hebben tijd nodig om te groeien. Dat klopt, Caillou. Waarom zetten we dat er niet bij op het bord? Bonenzaadjes plus water plus zonlicht plus tijd maakt... Bonenplanten! Caillou had geleerd dat je een frambozenstruik niet kunt opjutten. Geen enkele plant trouwens. Maar geduld wordt beloond. Wachten met schaatsen. Doen? Oh, hij is iets aan het maken voor jou en Rosie. Echt waar? Wat is het dan? Het is iets super speciaals. Caillou kon niet wachten om te horen waar papa mee bezig was. Papa maakt voor jullie een echte schaatsbaan. Een schaatsbaan? Ja! Ja, schaatsbaan! Oh, nee. Jullie kunnen toch niet in je pyjama naar buiten? Pyjama? Oeps. Volgens mij is hij nu helemaal af. Hoi, papa. Oh, hi, Caillou. Hi, Rosie. We staan al klaar om te schaatsen. Waar is de baan? Dit is de baan. Maar ik ben bang dat we er nog niet op kunnen schaatsen. Het kan nog niet. Caillou was teleurgesteld. Hij wilde eigenlijk meteen gaan schaatsen. Maar als jullie twee mij helpen, dan is de schaatsbaan veel sneller klaar. Ja! Mooi. Eerst gaan we sneeuw schuiven. We duwen de sneeuw over het veld. Heel goed, zo hebben we genoeg sneeuw.
Maar we hebben nog veel meer te doen. Nu moeten we de sneeuw samenstampen, heel erg hard. En hoe doen we dat? We gaan op en neer springen, net als een kangoeroe. Wie is er een kangoeroe? Hoshi kangoeroe! Ik ook! En nu zijn we reuzen! Hey, die, do, dom! Hey, die, do, dom! Hey, die, do, dom! Nu is de sneeuw hard en glad. Ja! Nu gaan we schaatsen! Caillou, sorry, maar hij is nog steeds niet klaar. Het duurt heel lang om een ijsbaan te maken. Caillou vroeg zich af of de baan ooit af zou komen. Papa laat de baan groeien. Bijna, Rosie. Ik maak de sneeuw nat. Als het straks heel koud wordt, dan bevriest het en wordt het ijs. En dan kunnen we schaatsen. Maar Caillou was heel ongeduldig. Hij wilde nu meteen gaan schaatsen. Het duurt nog wel even voordat het water bevroren is, Caillou. Weet ik, maar ik kan niet wachten. Maak anders samen met Rosie een sneeuwpop. Dat is een leuke manier om de tijd te doden. Sneeuwpop! Oké. Alsjeblieft, meneer Sneeuwpop. Kijk, papa, onze sneeuwpop wil met ons schaatsen. Geweldig, Caillou. Het is altijd leuker met vrienden. Caillou vroeg zich af of de baan al bevroren was. Dus hij ging hem even testen. Het ijs leek al klaar om op te schaatsen. Of om op te glijden. Caillou, nee! Oh-oh. Caillou nat geworden. Het spijt me, papa. Ik dacht dat het bevroren was. Je moet echt meer geduld hebben, Caillou. Soms is het waard om ergens op te wachten. Nu moet ik de baan weer repareren. Hoe lang gaat dat duren, papa? Nou, ik hoop dat die morgenochtend klaar is. Morgenochtend pas? Oh, dat duurt nog even. En Caillou zwemmen in de sneeuw. Ik wilde gaan schaatsen, Rosie. Ik wilde niet zwemmen. Maak je geen zorgen, Caillou. Voor je het weet ben je aan het schaatsen. Weet ik, maar wachten is gewoon niet leuk. Hey! Caillou was vergeten dat hij met sokken over de keukenvloer kon glijden. Kijk, het is net alsof ik schaats. Caillou schaatsen. Caillou en Rosie schaatsen. Ja. Je kunt ook schaatsen op andere plaatsen. Goed gedaan. Caillou was heel erg blij. De baan was eindelijk klaar. Oeps, bijna vergeten. Ik kan niet schaatsen met mijn pyjama aan. Rustig aan, Caillou. Het ijs is er heus nog wel als je straks naar buiten gaat. Dat beloof ik. Sorry, mama. Ik ben gewoon zo blij. En was het het waard om op de schaatsbaan te wachten? Ja! Ja! Daar zijn mijn kampioenen. Wie wil er warme chocolademelk? Ik! Hij is misschien een beetje heet. Dus om hem af te laten koelen moet je eerst goed blazen. Oeh, dat is heet. Volgens mij heb ik mijn tong verbrand. Je moet geduldig zijn, papa. Soms is het waard om te wachten. Ja, dat klopt, Caillou. Inderdaad. Volgend jaar zal Caillou iets geduldiger zijn als hij wil schaatsen op het ijs. De
de hik van Caillou. Caillou en zijn familie zaten aan een heerlijke spaghetti-maaltijd. Dit is top! Spaghetti is het allerlekkerst. Dat zie ik, Caillou. Maar probeer te eten zonder te slurpen. Caillou hield van spaghetti, maar het was heel moeilijk om het te eten zonder een slurpgeluid te maken. Oeps, sorry hoor. Het geeft niet, Caillou. Ik kan zien dat je je best doet. Net als Rosie. Zij doet echt haar best om haar servet niet onder de spaghetti saus te krijgen. Servet schoon! Dat klopt, Rosie. Maar je moet je servet wel gebruiken. Vooral als je hele gezicht onder de saus zit. Oeps! Iedereen moest lachen om Rosie. Maar terwijl Caillou aan het lachen was, maakte hij een geluidje. Kom maar, Rosie. Dan maak ik je wel even schoon. En dan mag jij mij helpen met de afwas, Caillou. Dat is goed. Ik help wel. Caillou deed extra zijn best om niets te laten vallen. Maar het was moeilijk door het geluid dat hij maakte. Oh, het klinkt alsof iemand hier de hik heeft. De hik heeft? Hoe kom ik hier weer vanaf? Gewoon wachten. Het houdt meestal vanzelf wel weer op. Oh, oké. Dan wacht ik wel. Hé, ik had gewacht, maar het is nog niet gestopt. Oh, je moet wel langer wachten dan dat, lieverd. Je kan tijdens het wachten ook even gaan spelen. Dat is goed, mama. Caillou bouwde een toren terwijl hij moest wachten. Maar... Oh, ik hoop wel dat ik ooit nog van die hik afkom. En hoe gaat het met jou? Alles gaat mis omdat ik de hik heb. Ik wil dat het nu ophoudt. Probeer er maar niet te veel aan te denken, Caillou. Als je wacht, zal de hik echt vanzelf weer verdwijnen. Maar ik heb al gewacht. Ik heb ook wel eens gehoord dat de hik kan verdwijnen door iemand een beetje te laten schrikken. Laten schrikken? Ik hou niet van schrikken. Je hoeft maar een beetje te schrikken, Caillou. Daardoor haal je heel diep adem en dan verdwijnt de hik vanzelf. Wil je het een keertje proberen? Als ik daardoor echt van mijn hik afkom, dan is het goed. Goed dan. Ben je klaar? En... Boei! Hé, het is gelukt. Oh, nee, niet gelukt. Misschien was het toch niet eng genoeg. Maar daar kunnen wij wel voor zorgen, toch, Rosie? Boe. Caillou vond het helemaal niet eng. Mama en Rosie waren veel te grappig. Oh, dit werkt ook al niet. Gelukkig ben ik er nog. Ik schud zo een paar supergoeie hikbehandelingen uit mijn mouw. Echt waar? Nou en of. Ik ben de absolute nummer 1 hikbehandelingskampioen. Kom, dan laat ik het je zien. Let op. Sommige mensen komen van hun hik af door heel snel water te drinken. Uit een slang. Dat is nog niet zo makkelijk als je denkt. Kan best een troep worden. Maakt me niet uit. Ik probeer het wel. Caillou leerde dat je met drinken uit een slang inderdaad een troep kon maken. En dat merkte papa ook. Hey. Oeps, sorry papa. Dat geeft toch niks, Caillou. Op een warme dag als deze is koud water juist goed voor me. En voor het gras. Het is niet gelukt. Ik heb nog steeds de hik. Geen probleem, Caillou. Ik heb nog wel een ander idee om je te helpen. De op zijn kop oplossing werkt altijd. Rosie ook, Rosie ook. Alleen als je ook de hik hebt, Rosie. Ik doe dit zodat mijn hik niet terugkomt. Niks aan de hand. We kunnen nog een dingetje proberen. Ik heb deze voor het laatst bewaard. Hierdoor kom je zeker weten van je hik af. Wat moet ik doen? Doe mij maar na. Je springt op je linkervoet en wrijft op je hoofd met je rechterhand.
Caillou vond dat papa er maar gek uitzag. En dat vonden mama en Rosie ook. Oh, kijk. Papa is al wel heel erg... Hoppa! Dat klopt. Maar Caillou wilde heel graag van die hik af zijn. Dus ging hij toch ook maar springen. Zo gaat hij goed, Caillou. Laat die hik maar verdwijnen. Heel goed, Rosie. Spring maar met ons mee. Oh. Gaat alles goed? Het gaat prima. Ik denk dat ik wat vaker moet oefenen met springen. Ik heb nu nog steeds de hik. Stel dat de hik voor altijd blijft. En altijd en altijd. Oh, dat zou wel heel erg vervelend zijn. Misschien kan ik dan maar beter geen spaghetti meer maken. Want van spaghetti krijg jij blijkbaar de hik. Ah, maar mama, spaghetti is het allerlekkerst. Dat vindt Rosie ook. En papa toch ook? Het komt niet door de spaghetti dat ik de hik heb. Dat weet ik zeker. En trouwens, misschien is hij al wel weg. Hé, luister. Caillou had gelijk. Zijn hik was echt verdwenen. Misschien ben je wel geschrokken van mij toen ik zei dat je geen spaghetti meer kreeg. Nee, ik denk dat het vanzelf is gestopt. Zoals je al eerder had gezegd. Maar ga je nu echt nooit meer spaghetti maken? Natuurlijk wel, Caillou. Ik zat je maar te plagen. Phew. Gelukkig maar. Ik ben dol op spaghetti. Rosie ook. Spaghetti. Nee, nu niet, Rosie. We hebben het net gegeten. Snel weer, Rosie. Dat beloof ik. Oh-oh. Nou heb ik de hik gekregen. Caillou had geleerd dat de hik vanzelf weer weggaat. Als je maar geduld hebt. Op een dag ging Caillou met papa, mama en Rosie naar de speeltuin. Caillou had heel veel haast. Kunnen we niet wat harder lopen? Ik wil zo graag op de nieuwe glijbaan. Weet ik toch, Caillou. Maar Rosie heeft nog maar kleine beentjes. Zie je die witte strepen, Rosie? Dat is een zebrapad. Hier kunnen we veilig oversteken. Oh, ik kan de glijbaan al vanaf hier zien. Eventjes wachten, Caillou. We moeten Rosie eerst netjes leren oversteken. Eerst duwen we op het knopje. Dan gaat het licht branden. Dan kijken we links en rechts of de auto's ook echt stoppen. En dan steek je aan de hand van een volwassene de straat over. Jij ook, Caillou. Maar ik ben groter dan Rosie. Moet ik nog steeds je hand vasthouden? Ja, dat is veel veiliger. Oh, oké. Caillou vond dat papa en mama een beetje te voorzichtig waren. Oké, we zijn er. Ga maar spelen. Kijk eens. Een babykikker. Daar is er nog één. Kikker. En nog eentje. Waar komen ze vandaan? Ik denk dat ik dat wel weet. Kom maar mee. Doei, doei. Kikkers komen uit eitjes die in het water zijn gelegd. Na een paar weken komen ze uit en worden het kikkervisjes. Kijk, zoals die daar. Daarna groeien ze weer verder en krijgen ze pootjes. En vlak daarna springen ze uit het water. En dan springen ze over de stoep. Er springt er een op straat. Wacht maar even, ik ga wel. Hé, hey, kleine springer. Jij was vast op weg naar die grote vijver daar. Hij probeerde vast bij de grote vijver te komen. Deze wil er ook heen. Ah,
nou allemaal naar de vijver willen? Ze zijn veel te klein om alleen over te steken. Dat is waar, ja. De straat kan gevaarlijk zijn. Papa, kan je alle kikkers helpen met oversteken? Dat is nogal een klus. Alsjeblieft. Ik zou het eigenlijk best willen doen, maar dan moet jij me erbij helpen. Oké. Papa, daar zijn we weer. We hebben thuis emmers gehaald. En handschoenen. Net op tijd. Deze kikkertjes willen wel heel erg graag naar de overkant. Luister, dit is het plan. We gaan heel voorzichtig de kikkers verzamelen en dan doen we ze in deze emmers. En dan kan ik ze allemaal in één keer naar de overkant brengen. Oké, papa. Kikkers! Oké, is iedereen klaar om kikkers te verzamelen? Klaar, klaar. Dan gaan we aan de slag. Oeps. Kom terug. Oh. Oepsie. Goed werk, jongens. Ik breng ze wel naar de vijver aan de overkant. Onder de modder. Ik kan niet eens meer zien wie wie is. Even kijken. Jij bent Caillou, toch? Nee, ik ben Rosie. Oh, wat dom van me. Oeh, waarom werkten die kikkers niet beter mee? We wilden ze alleen maar helpen. Nou, jonge dieren lijken best wel een beetje op jonge mensen. Ze weten niet altijd wat gevaarlijk is. Zoals de straat oversteken? Ja. Dus wij hebben ze geholpen met oversteken zoals jij ons hebt geholpen. Inderdaad. Caillou herinnerde zich dat hij geen handje wilde vasthouden bij het oversteken. Mama, is het moeilijker om mij te helpen oversteken dan een kikkertje? Niet als je goed naar ons luistert. Nou, wij hebben een paar kikkers heel erg blij gemaakt. Ze vinden de vijver geweldig. Denk je dat we ze allemaal hadden? Ik hoop het wel. Maar voor het geval dat niet zo is, kunnen we nog één ding voor ze doen. Nu kan iedereen zien dat dit ook een kikkeroversteekplaats is. Wat een mooi bord, Caillou. Goed bedacht. Ja, hartstikke mooi. Maar weet jullie wat? Het is de hoogste tijd om weer over te steken en terug te gaan voor het eten. Oké, ik druk op het knopje. Weet je het nog, Rosie? Eerst drukken we op het knopje. En dan kijken we naar alle kanten. En dan pakken we een grote mensenhand. En dan steken we over. Vergeet je nu niet iets? Wat dan? Nou, je bent nog helemaal niet op de nieuwe glijbaan geweest. Dat was ik bijna vergeten. Kom mee. Wow, ik kom al. Schiet nou op, papa. Caillou snapte nu waarom verkeersregels zo belangrijk zijn. Voor iedereen. Glittertikkertje. Vandaag een tekening maken. Ik! Fantastisch. Laten we allemaal een tekening maken over iemand helpen. Oh. Deze heb ik gemaakt. Ik help mijn buurman door zijn plantjes water te geven als hij er niet is. Wil iemand vertellen hoe jij iemand helpt? Ik help mijn moeder met de boodschappen doen. Ik zoek de bril van mijn vader altijd.
Mooi. Dat zijn precies de dingen die we vandaag gaan tekenen. En als jullie tekeningen klaar zijn, kan iedereen ze bekijken aan de muur. Oké? Aan de slag maar. Wat ga jij tekenen? Ik ga mijn poes tekenen, want die geef ik elke dag te eten. Goed idee. Oh, daar is geen blauw. Ik moet blauw hebben voor Gilbert's ogen. Hier is er een. Oeps! Oh, de glittertjes. Volgens mij heb jij een ongelukje gehad. Zal ik je helpen opruimen? Graag, juf. Zo, en klaar is Kees. Behalve de glitters op mijn handen. Ik zou je glitterhandjes maar gauw gaan wassen als ik jou was. Oké. Caillou wilde zijn handen gaan wassen. Maar op weg naar de wc's... Caillou, kijk de tekening van Emma. Werd Caillou afgeleid. Wat een mooie tekening van je poes, Emma. Oh, ik wilde ook een tekening van mijn poes maken. Dat kan toch gewoon nog steeds? Caillou kan toch best hetzelfde tekenen, hè, juf Anne? Natuurlijk. Maar ik wilde zo graag de enige zijn. Dan moet je misschien iets anders verzinnen om te tekenen. Maar dat moet dan even wachten, want handen naar bijt is nu bijna voorbij. Oh, oké. Waar komen die glitters nou vandaan? Even de brandweerauto wassen. Hé, hey, ik weet wat voor helptekening ik ga maken. Dat ik papa help met auto wassen. Volgens mij heeft iemand dat al getekend. Huh? Echt waar? Hé, hey, waarom zitten er allemaal glitters op de brandweerauto? Oh, alle goede ideeën zijn al weg. Haak jij de blaadjes wel eens aan, Caillou? Anders kun je dat misschien tekenen. Nee, papa harkt de blaadjes aan en dan springen Rosie en ik erin. Ik geloof niet dat dat telt als helpen. Caillou, wil je een pruim ruilen tegen wat druiven? Tuurlijk! Hé, hey, er zitten glitters op deze druif. Maar het komt niet door mij. Ik heb mijn handen gewassen voor het eten. Dat is raar. Op mijn tekening zaten ook glittertjes. En op de brandweerauto ook. Caillou, het komt door jou. Er zitten glitters op je handen. Oh ja, ik had glittertjes gemorst vanmorgen. Ik ben vergeten mijn handen te wassen. Ik vind het gaaf. Hé, raak dit eens aan. Nu heb ik een glitterzak. Caillou had er lol in. Hij vond zijn glitterhanden mooi en zijn vriendjes vonden dat ook. Oeh, ik heb een spelletje verzonnen. Jij bent daar! De glittertikker heeft me! Glittertikker? Dat spelletje ken ik geloof ik niet. Dat heb ik net verzonnen. Caillou is de glittertikker omdat hij glitters op zijn handen heeft. Als je glitters op je krijgt, ben je af. Ik snap het. Maar Caillou, ik dacht dat jij je handen vanmorgen had gewassen. Ben ik vergeten. Maar het is niet erg. Het is juist hartstikke leuk. Glittertjes zijn ook leuk. Maar als we onze handen niet wassen, verspreiden we niet alleen glitters, maar ook bacteriën. Als we nou net doen alsof Caillou de griep heeft en de glitters zijn de griepbacteriën. Waar zitten die dan nu? Op mijn tekening! Op de brandweerauto? Op mijn arm! En op mijn druiven. Eeuw! Maar ik heb helemaal geen griep.
Echt waar niet? Gelukkig maar. Want als je wel ziek was, zou iedereen nu jouw bacteriën hebben. Opeens zagen Caillou's glittertjes er een stuk minder mooi uit. Volgens mij moet ik mijn handen gaan wassen. Volgens mij moeten we dat allemaal doen. Oké, doei doei mooie glittertjes. Je bedoelt doei doei bacteriën. Juf Martin, ik heb mijn tekening af. Kijk, dit zijn mijn handen, voordat ik ze had gewassen. Dit is mijn helptekening, omdat door mijn glitters iedereen weet waarom je je handen moet wassen. Dat heeft zeker geholpen. Weet je wat? Ik weet een hele goede plek voor jouw tekening. Caillou en zijn klasgenootjes hadden een hele belangrijke les geleerd over handen wassen. En nu ga ik mijn handen even wassen. Goed zo, aankomst op het station. Oké, allemaal. Tijd om op te ruimen. Caillou vond het helemaal niet leuk. Hij had heel lang aan het spoor gebouwd. Hij wilde het nog helemaal niet afbreken. Juf Martin, mogen we de trein laten staan? Ik ben bang van niet, Caillou. Zoals ik al zei, het is tijd om op te ruimen. Maar als we de trein nu laten staan, kunnen we er later weer mee spelen. Nee, Caillou. Opruimen na het spelen is een heel erg belangrijke regel. Ik vind het een stomme regel. Ik vind het ook stom. Ik ook. Ja, ik ook. Tja, als jullie het echt willen, kunnen we wel een beetje experimenteren. Wat is dat? Een experiment is als je iets probeert om te kijken wat er gebeurt. We kunnen de opruimregel wel even vergeten en kijken hoe het gaat. Juhu! Ja! Caillou vond het heerlijk om niet de hele tijd te hoeven opruimen. Eigenlijk vond iedereen het heerlijk om niet op te hoeven ruimen. Opruimen fijn. Heb ik meer tijd om te spelen? Dat zullen we nog wel eens zien. Ik heb een klein vermoeden dat je daar nog wel op terugkomt. Ik denk het niet hoor. Dag juf Martin. Caillou, je spullen horen niet op de grond. Oeps. Sorry mama. We ruimen even niet meer op school. Dat is een experiment. Een experiment? Aha. Juf Martin zegt dat we het wel zullen zien wat er gebeurt als we niet meer opruimen. Zullen we dat hier ook doen? Dat lijkt me geen goed idee. En als we het alleen in mijn kamer doen? Ah, ik hou niet zo van opruimen. Oké, maar alleen in jouw kamer. En alleen maar voor een paar dagen. Ja! Brom, brom. Het duurde niet lang of Caillou's kamer was net zo'n rommeltje als het klaslokaal. Oh, Caillou. Weet je zeker dat je zelfs niet een beetje wilt opruimen? Ja, ik vind het fijn als ik al mijn speelgoed kan zien. Volgens mij vindt Gilbert het maar niks. Kom op, Gilbert. Ik maak wel een paadje. Kijk, leuk hè? Thank you.
De volgende ochtend was Caillou niet meer zo blij met alle rommel. Het was moeilijk om door zijn kamer te lopen en om dingen te vinden. Oh. Caillou, het is tijd om te gaan. Ik kan mijn nieuwe raceauto niet vinden. En daar gaat mijn spreekbeurt over. Zit hij niet in je autootjesdoos? Nee, ik heb mijn autootjes gisteren niet teruggedaan in hun doos. Tja, we hebben nu geen tijd om er naar te zoeken. We moeten gaan, anders komen we nog te laat. Oh, oké. Caillou vond het jammer dat hij zijn autootje niet had gevonden. Maar hij vond het heerlijk dat het vandaag nog steeds verboden was om op te ruimen op de peuterschool. Oh! Oh! Tijd voor de ochtendgymnastiek. Oh, hey, er is helemaal geen plek. Ik ben bang dat je gelijk hebt. Ik denk dat we vandaag geen ochtendgymnastiek kunnen doen. Oh, nee! In plaats daarvan mogen jullie tot het kringgesprek even spelen. Yay! Hey, kijk uit! Sorry, Caillou. Ik wilde deze puzzel gaan maken. Maar de stukjes liggen overal. Oh... Hey, waar moet ik nou tekenen? Oh nee, het spijt me, Caillou. Het geeft niet, ik kan wel een nieuwe maken. Huh? De klei is helemaal hard. Hier kan ik helemaal niks van maken. Het spijt me, Caillou. Als de klei niet op tijd teruggaat in de doos, wordt hij vanzelf hard. Caillou vond het maar niks. Alles ging mis vandaag. En alleen maar omdat het lokaal zo'n rommeltje was. Auw! Juf Martin, het was fijner toen we alles opruimden. Het was makkelijker om dingen te doen toen alles netjes was, vind je niet? Mm-hmm. Is het goed als we nu gaan opruimen? Natuurlijk. Misschien wil jij mijn opruimleider zijn. Ja! Hebben jullie goed gedaan. Zo netjes is ons lokaal nog nooit geweest. Bedankt allemaal. Ik vind dat we de opruimregel moeten houden. Dat klinkt als een heel erg goed idee, Caillou. En nu we zoveel ruimte hebben, zullen we onze ochtendgymnastiek doen? Ja! Ja! Hoi mama, kom even gaan. Waarom heb je zo'n haast, Caillou? Ik wil gauw naar huis toe. Waarom? Ik heb besloten dat het tijd is om mijn kamer op te ruimen. Mama was heel erg trots op Caillou. Hij had geleerd hoe belangrijk het is om alles netjes te houden.